Welkom, dames en heren, bij alweer mijn 21ste aflevering. Ja, je raadt het niet. 21. 20 voorgaand. En 20 plus 1 is 21. Van Star Wars The Old Republic. Het is een tijd geleden weer dat ik dit heb gespeeld. Nou ja, niet heb gespeeld, maar in ieder geval met Arcturus heb gespeeld. Al ongeveer 2 weken. Koninginnedag is inmiddels voorbij. 4 mei is in ieder geval voorbij. Het is nu rond 16, 17 mei. En ik heb besloten om gewoon weer even lekker wat te gaan spelen. Oké, Forces. Forces, oké. En als ik dit zie, moet ik wat gastjes killen. Wat Forces. Zoals ik zei, ik moet even een beetje inkomen. Hoppakee. Even weer kijken naar alle speciale aanvallen. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan kan ik gewoon weer lekker full power verder spelen. Maar het kost, ja, het kost nou helemaal tijd. En dat is het nadeel als je niet non-stop de hele tijd speelt. En ik denk dat, dat je dat ook echt kan zien in de wijze hoe ik speel. En de mate, of eerder de snelheid waarin ik al die gastjes neerhaal. Vooral deze, kijk dan. T7, nee, niet dood. Oh, gelukkig. T7 heb ik gewoon bijna dood laten gaan. Kom op zeg. Hoppakee. Gaan we eens even door. Slash. 250-243. Bladestorm. Dat kan je van een redelijke afstand doen. Volgens mij is Bladestorm dat hij zijn wapen pakt en die gewoon in iemand smijt. Riposte. Is volgens mij... Or parried or deflected. Als ik dit nou eens doe. Zen, dat is ook een heel sterk iets aanval. Ja. Hier, focus 4, post focus 3. Oh, 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 oh. Up, lock. Master Strike. Master Strike is ook een sterke. En die moet ik, dat kost even tijd, maar Rebuke. Dat is gewoon ook weer zo'n standaard aanvalletje dat je tijdelijk even wat kracht hebt. Geluk. Kom op, Arcturus. Ik ben een beetje vastgeroest in die tijd, man. Man. Hey, wat krijg ik daar? Oh, Novus Lightsaber. Nee. Nee, dat doe ik maar niet. Ik ben benieuwd welke... Denk ik ook verder gewoon Artifice, Archaeology en Treasure Hunting. Oh ja. Ja, want ik vond het erg leuk om... welke ding heb je op Artifice nodig? Crystals, hè? Nou, dat krijg je bij Archaeology, denk ik. Ja. Ja, oké. Dat is voor Gree Hydro Supply. Daar ga ik mee naartoe. Ik ben gewoon van plan om bijna alle quests hier in de omgeving te gaan doen. Ik heb nog steeds geen commentaar gehad over, over dat mensen het wel of niet leuk vinden dat ik alles, maar ook echt alles laat zien. Zoals ik al bij een van de eerste episodes zei, ik vind het geen probleem om wat stukjes weg te laten. Om die alvast dusdanig te editen. Dat we gewoon wat overslaan. Oh. Oh, 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 oh. Jeetje. Nou. Dan moet je wel op letten. Retourisje. Dat scheelt ook me niks. Restore. Ik pak even zijn medpack hoor. Die ik er... Nou, trouwens. Het is wel een betere.
Pak even, zet even hier wat medpacks neer. Zo. Ja, creepy jongens. No, no. Weapon health, strength, endurance. Heb ik dan geen betere? Wat voor weapon health heb ik dan? Right click, mod. En... Nou, daar ga ik straks wel naar kijken. Fugitive. Die! Oké. Attack! Da-da-da-da-da-da-da. Yep, 3. 2. Ja, beter zo. Ik moet gewoon echt die speciale aanvallen gebruiken hoor. Ik word er zoveel malen sterker van. Moet ik zeggen. Maar iedere keer als ik ze niet gebruik, dan ja, verlies ik gewoon eigenlijk tijd met afslachten. Maar ja, dat resulteert natuurlijk uiteindelijk in een enorme dikke vette dood. Sam, dus. Ik moet zeggen, dan ben ik wel sterker. Gastjes killen. Daar naartoe lopen. Kom maar. Zo, ik begin weer een beetje op stoom te komen. Dat vind ik wel fijn. Hier nog? Ja hoor, hier ook nog. Tadaa! Attack! Ik zit wel veel te ver op. Ik heb mijn vingers op de nummers. Dan wil ik iedere keer die... Hoe noem je dat? Force sweep aanval. En dan ga ik steeds weer repost doen. Misschien omdat ik hem al... alle heb veranderd en dat het gewoon in mijn motorisch geheugen staat dat nou of het is gewoon motorisch geheugen die springt dan in van hey dat staat daar, maar ja, het is gewoon een kwestie van oefenen weer denk ik. Oh, die bitch. Nou, T7, jij kan ook niks hebben. Nou. Zelfs ik kan wat hebben. Hier was het dat je het nonstop die strike moet gebruiken voor het creëren van genoeg focus. Zodat je uiteindelijk al die aanvallen kan doen. Strike! Hoho! Heerlijke. Zo, hydro supply. Repairing. Nou, daar willen we niet tegen vechten. Even kijken. Nou, we hoeven geen mannetjes af te slachten. Dus waarom zullen we veel moeite doen die nodig is? Monster strike. Kijk nou, ik heb dat... Die light gastje bijna in één keer dood, man. Vet snel met Master Strike. Vet cool. Wat? Normaal niet. Kan fucking helemaal niet. Dus fucking TC ook al dood. Je gaat eraan, vuile, vieze, gore, hydro, tag black sun.
Die, bitch. Hoe durf je met je klauw aan met deze even te komen? God damn it. Hoppakee. Kom met deze even. Sorry dat ik niet op je heb gelet, vriend. Dat zou ik de volgende keer zeker wel doen. Want dit hebben we natuurlijk niet afgesproken, hè? Maar je moet wel heel voorzichtig zijn, hè? Jij knalt er ook maar non-stop in. Kijk hier weer. Dat kan toch niet? Zelf aggro heb ik toch niet? Oh. Oh, hij was nog bezig met de fixer drudge, joh. Oké. Nou, nu niet meer. Zo. Iedereen weg? Iedereen weg. Oftewel, conclusie. Ik heb bijna alsnog iedereen uitgemoord. In deze buurt. Nou, behalve 3 gastjes. Dat scheelt. Nou. God damn it. Weer? Nou. Hoe kan dat nou dat je steeds doodgaat? Ik ben er een beetje klaar mee. Bij elke aanval ga jij eraan. Dat slaat wel nergens op. Ben je nou zo slap? Of lijkt het me zo? Hier. Ik ga even punishen. Even kijken hoor. Ik kan hem zeker niet punishen. Companion, nee. Oh, wacht. Wacht. Waarschijnlijk... Increasing all damage. Oh, threat generation. Grapje. Maar ik moet maar weer naar een master, want als ik zo zie, heb ik allemaal vet sterkere aanvallen. Nou, de eerste volgende keer als ik hem eens één zie, dan ga ik er naartoe. Fire bomber. Doef. Hier naartoe. Gaan we eens even dubbels lopen. Oh. Hey, kitty. What are you doing? Get away from that. Back off. Back off. This is our hydro supply and we like it broken. Now get lost. Get out of the way, Step kid. Step aside, please. Hey, I told you to get lost. We need this water. We don't have any money, and there's nowhere else in the district to get water for free. We'll die if it gets shut off. How awful. That's truly a shame. Yeah, well, sorry doesn't help us much. Maar ik bedoel Just het eigenlijk sarcastisch, This is the only place we've got, and the only way for us to get by. Now when? Even Jedi have limits to how much they'll endure. Don't you care about anything? Nee. Fine, but couldn't you at least give us some credits or something? Help us out at least that much? Je toon staat me gewoon niet aan. Ik wil je wel wat geven, maar je toon staat gewoon helemaal niet aan. Je denkt dat je alles You're bent not hier. Getting anything from me. Zoek het uit. Fine, seal up our hydro supply then. You don't care what happens to us. Nobody does. Jongen. Vervelend gassie. Ja, dan had hij maar een normale toon aan moeten slaan, hoor. Ik wil dan best wat geven, maar dan moet hij gewoon wat socialer zijn. Ik ben wel een Jedi, daar heb je respect voor. En als je geen respect voor hebt, dan kan je lekker stikken. Zoek je het maar lekker uit. Klaar met dat gassie. Ik hoop dat hij sterft. Pijnlijke dood.
wat, wat, wat?